Ja, goedemiddag, avond enzovoort. Uh, ik ben hier met uh, Karel van Wolver. We hebben al een uur uh, achter de rug met uh, heftige debatten over een aantal hele interessante zaken. Uh, maar we hebben nog een tweede agendapunt. En dat is uh, MH17. Wat is daar van de achtergrond? Karel heeft in de tijd uh, vlak na de tragedie, die zich toen in 17 juli 2014 heeft voltrokken, heeft hij een uh, geruchtmakend stuk daarover geschreven in uh, de Groene Amsterdammer. Ik heb een boek geschreven over het onderwerp en uh, na aanleiding van mede van de uitzending die we een paar dagen geleden hebben gehad met uh, Stan van Houken. over. Mijn bezoek aan Rusland en de presentatie van de Russische vertaling van het boek uh, hebben ons een aantal vragen uh, bereikt over uh, de, ja, details over het neerhalen van het uh, vliegtuig. Er zijn ook een aantal vragen die sowieso al circuleren. En het is misschien uh, aardig om uh, van de tijd die we nog hebben gebruik te maken, uh, een aantal van die vragen. Uh, te recapituleren en te kijken of daar een antwoord op uh, gegeven kan worden. Dus ik geef jou eerst het woord ja. om te vertellen over wat, uh, wat jou bewoog om in de Groene Amsterdammer te schrijven over dit onderwerp. <laughs> Dat was mijn plan helemaal niet. Oh. Ik, had een, uh, ik had een stuk geschreven een, nou, binnen een week nadat het gebeurde, omdat ik de media volgde natuurlijk daarover. En uh, wat er ontbrak in die media waren vragen die een normale journalist. Zou stellen. Ja. Nou, een, de, een normale rechercheur, een politieman, ja, ja. Een, een normaal iemand die de oorzaak van een ongeluk moest uh, uh, zien te, uit te vissen, zou stellen. Die vragen werden niet gesteld. Het ging dan over uh, bijvoorbeeld radarbeelden. Het ging over uh, uh, wat uh, de... Uh, Mensen ter plekke hadden gezien in de lucht. Er nou. waren aardig wat uh, ooggetuigen die in de tijd werden geïnterviewd door de BBC. Ja. En toen het weghalen door de BBC van die reportage over die ooggetuigen, dat was natuurlijk op zichzelf ja, heel erg argwaanwekkend. Ja. En uh, nog een aantal andere dingen. Dus ik stelde die vragen in dat stuk. Dat had ik geschreven niet voor de Groenen. Geschreven in het Engels, wat ik natuurlijk gewoon was te doen. En dat was geplaatst in een Amerikaanse. In, in een stuk of drie, vier verschillende Amerikaanse sites. En toen vroeg Jan van de Putten tegen mij. zal ik dat voorstellen aan uh, uh, Sandra Schutte van De Groene. Ja. Uh, of zij dat meeneemt. En dat heeft hij gedaan. En dus ik kreeg een telefoontje van haar. en ze vroeg of, ik, of ze het mocht hebben. En uh, ik zei: natuurlijk, doe maar. Ik wil wel even kijken naar je vertaling. En. Uh, dat hadden we echt gepubliceerd. En toen maakte ik iets mee, wat, mij, wat het, hele, het hele geval voor mij weer in een, niet helemaal nieuw perspectief, maar toch wel, het was ongelooflijk. Ik had een, de, de avond nadat het geplaatst werd, had ik een ontmoeting met oud-collega's en oude lieden met wie ik samen had gemerkt op de Universiteit van Amsterdam. Ja. Een diner, was een, elke zomer hadden ze zoiets. En... Ik moest een preek aanhoren van, 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 van iemand daar, van hoe ik de partij had kunnen kiezen van Poetin enzovoort. Terwijl dat helemaal in het stuk nauwelijks voorkomt. Putin, I mean, ik kies geen partij voor Poetin of iemand. En, uh, en daarna hoorde ik ook van, uh, van Sandra dat, uh, de, dat er een heel zeldzame lawine was gekomen van. Uh, uh, ja, van, van kritiek, hoe de groenen dat had kunnen doen, kunnen doen, uh, terwijl het stuk ging over niet-gestelde vragen. Ja, ja. Dus uh, met andere woorden, het stuk ging over een journalistiek, vraag, een journalistiek thema, waarom worden bepaalde vragen niet gesteld. Ja, ja. En ik had, ik, want ik had al gezegd... Onder, ik hoorde over het gebeuren in uh, Limburg. Uh, we, waren, uh, we hadden gelogeerd bij mijn zus, die daar woont. En uh, we waren terug van vakantie in Frankrijk. En uh, de auto, in de auto hadden we de radio aan van uh, Limburg naar uh, waar ik woon. En uh, ik hoorde dus ook dat, uh, 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 dat uh, onze minister van Buitenlandse Zaken. Timmermans. Dat hij naar uh, Kiev zou gaan. Ja. Dus ik zei tegen mijn vrouw. Naar Kiev. Wat moet hij in godsnaam in Kiev doen? Hij moet naar die plek. Waar ja, dan ja. die wrakstukken liggen. Ja, en ja. waar die, uh, die enzovoort. En nou ja. Dat was allemaal al. Dat was ook een vraag. Hè? Ja. waarom? Uh, nou. We wisten al. Door uh, het gebeuren. Eerder met de, de Maidan uh, zogenaamde revolutie. Maar het was een staatsgreep. Uh, dat het ging hier over een, een heel belangrijk... Politiek gegeven en dat Nederland de kant natuurlijk moest wel moest kiezen. Van Oekraïne, omdat Nederland zat vast aan de NAVO en zat vast aan de Verenigde Staten. En zat dat is nou eenmaal onze zogenaamde bondgenootschap, maar we zijn vazallen van de Verenigde Staten. Dus alles was echt verdacht. En Nederland was niet in staat om zich los te maken daarvan en te zeggen: Timmermans kon niet zeggen: ik ga naar die plek en ik ga eens proberen uit te zoeken. Dat was dus die Canadese Bokjurits, hoe heet die? Bokjurkif. Uh, die Canadese ja. OCRW, die, uh, man, die had uh, geconstateerd dat in, het, in een deel van de, uh, van de cockpit... Waren uh, 90 mm gaten van een wat hij dacht nee, een kanop. 30, 30 millimeter. Ja, de, de, ja. Anyway. Maar hij zei erbij dat hij daar geen verstand van had. Nee, dus, okay. uh, en ik moet je zeggen dat toen ik begon met het boek, dat ik ook nog niet wist dat een uh, raket niet uh, vlakbij met een proximity fuse ontploft en allemaal deeltjes erin jaagt. Maar ik dacht altijd dat zo'n raket echt een vliegtuig raakt. Ja, ja, ja. Maar goed, wat waren nou de vragen? Nou, de die vragen uh, gingen ging ja. over dat, dat bijvoorbeeld dat, dat stukje van van die, uh, 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 van die cockpit. Yeah. En dat was dus te zien voor een post uh, in, op internet, waar yeah. ook die uh, Hysenko, die Duitse yeah. piloot, yeah, yeah. die had geconstateerd dat is een, het resultaat van een bordkanon. En dat is nergens meer te vinden, dat stuk. Oh. Uh, Joost Nimmerle zegt, niemand weet meer waar het is. Oh, okay. Dat had natuurlijk, <laughs> dat, natuurlijk yeah. was dat een van de prime uh, dingen. En ook. Uh, had er natuurlijk forensisch onderzoek moeten plaatsvinden, dat kan je nog doen na afloop door die gaten te gaan onderzoeken. Ja, en wat er ja, aan ja, residu ja. allemaal over is. Dat, dat is dus blijkbaar niet gedaan. Nee, nee, nee. En dat heeft die Billy Six, dat is ook interessant. Hè? Want in Nederland hebben we natuurlijk Joost Niemullen met uh, de Doofpot-affaire, uh, uh, MA17. In mijn ogen een ongelooflijk knap boek om zo snel ja. uh, dat te produceren. En, ja, nog steeds kan dat niet weersproken worden. Er staan praktisch geen dingen in die achterhaald zijn door latere ontwikkelingen. Maar Billy Six, dat is ook zo iemand, ook een, een journalist, die daar in dat gebied geweest is. En die heeft een enorm aantal getuigen gesproken die allemaal uh, vliegtuigen hebben gezien. En hij heeft ook gezegd: die, uh, je kan de inslaggaten kan je onderzoeken. Opsporen van het metaal wat van ofwel kogels ofwel uh, deeltjes uit, een, uh, uit de kop van een raket uh, ja. afkomstig is. En dat is dus allemaal niet gebeurd. Um, ja, het is, het is. Eigenlijk, voor mij staat het zo vast dat. Wat ook precies de toedracht mag zijn geweest, dat de manier waarop het hier is gerapporteerd uh, volstrekt leugenachtig en uh, vol, vol gaat is. Maar nu naar de concrete vragen. Wat was voor nou, jou de, de vraag die bleef hangen na het schrijven? Nou, ook wat, wat is voor jou, want jij in jouw boek uh, uh, ga je heel zorgvuldig om de schuldvraag heen. Ja. En uh, dat doe je. Uh, zeker uh, is dat terecht, want we weten het niet. Nee. Zeker. Nee. Maar we kunnen vermoeden zijn ja, ja, ja. en we kunnen speculeren. Ja, ja. Ben jij bereid om een beetje te speculeren? Ja, ja, ja. Want dat wordt ook gevraagd. Ja, ja. Nou, ik, vond, ik moet je zeggen dat Nazi. die uh, documentaire van Billy Six, dat is ongeveer een uur en uh, tien minuten, uh, die is uh, in het Duits. Uh, en ik had heel graag uh, die documentaire erbij gehad. Maar die is in 2017 pas uitgekomen. En toen was ik al, toen was het boek al in. Ja, ter redactie van de uitgeverij en uh, allerlei gedonnen wat daaromheen is geweest. Dus dat kon ik niet meer verwerken. Maar ik vind na het zien van die documentaire toch wel heel erg overtuigend geworden dat uh, er een, een straaljager is geweest. Alleen in het boek zeg ik nog dat het type straaljager wat de Russen zagen opstijgen op hun radar, en wat ook in een aantal andere. Ja, half-apocryphe half verhalen is, wordt genoemd. Dat is de Sukhoi 25 En dat is een vliegtuig wat, niet zo, wat een subsonisch is, dus het kan niet sneller dan het geluid. En dat is een vliegtuig wat bedoeld is om ondersteunende actie te voeren voor grond, op gronddoelen. En die hebben een bepaald type munitie aan boord. En dat vliegtuig is niet snel genoeg om een uh, op 10 kilometer hoogte vliegend uh, passagiersvliegtuig om daaromheen te, Als te ik manoeuvreren. Even iets mag van zeggen. Dat heb ik natuurlijk ook gelezen. Ja. Maar ik heb ook gelezen dat twee modellen ja. zijn door de Israëli's ja, ja, ja. opgezet. Uh, ja. zoals ja, je auto, met auto's ja, ook kan ja, doen opvoeren. en een raceauto, op, een raceauto van maken waardoor ze hoger kunnen vliegen ja, ja, ja. en die manoeuvres wel kunnen en uitvoeren harder, en, ja. de, en ook uh, een hoge druk cabine ja. is daaraan toegevoegd en, uh, dus dat, dat is uh, en wat daarbij zo belangrijk is, is uh, en dat is ook iets wat na het uh, verschijnen van het boek pas bekend is geworden dat is dat hij uh, er was dus een kapitein Voloshin. ja, uh, Zelfmoord gepleegd? Ja, die heeft zelfmoord gepleegd. En uh, de, het verhaal wat daar omheen is verteld is zo onwaarschijnlijk uh, en zo met zoveel onzekerheden omgeven dat het niet uitgesloten is dat hij uh, ofwel het echt gedaan heeft in zo'n zo door die firma Elbit uh, opgevoerde uh, SU25... Of dat hij gewoon geleden heeft onder het feit dat hij voortdurend in staat van beschuldiging is gesteld, maar het misschien helemaal niet heeft gedaan. Maar er zijn een aantal redenen waarom uh, die erop duiden dat hij van buitenaf. Zijn vrouw heeft bijvoorbeeld verklaard dat hij is opgebeld kort voordat hij het eind van zijn leven heeft gemaakt. En uh, ja, dat gesprek heeft hem uh, helemaal uit zijn evenwicht gebracht. En dat was dus niet zo uh, niet de officiële reden. Die daarvoor is opgegeven, is dat hij. Uh, onder de indruk was van een corruptieschandaal. rond het vliegveldje. waarvan hij inmiddels uh, de baas was geworden. Want voor over corruptie in Oekraïne. Uh, dat is geen aanleiding <laughs> om een eind aan je leven te maken. Nee. dan begint het pas. <laughs> ja. uh, dus, uh, maar, maar goed, ik kan daar wel uh, populair over doen. We weten dat dus allemaal niet. Dat is het ja. uh, probleem. Maar dat er een, uh, een aanslag met een vliegtuig is uh, gepleegd. Ja, dat de aanleiding daarvoor ook wel eens heel erg uh, te maken kan hebben gehad met uh, de door Amerika een dag eerder ingestelde sancties. Het feit dat de EU daar niet in wilde meegaan, want die ja. waren specifiek op ja. de energievoorziening gericht. Dat, uh, ja, dat geloof ik allemaal wel. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die vragen stellen, die een uh, ja, forensisch karakter hebben. Dus uh, waar was Poetin precies op het moment dat er uh, geschoten ja. werd? Hebben ze zijn vliegtuig onder vuur willen nee. nemen? Ja, en in, in de meeste gevallen daarvan moet ik zeggen: Nou, ofwel ik weet het niet, ofwel uh, het klopt niet, omdat er heel veel. Uh, Kijk, in, ik ben zelf in dienst geweest en uh, een van de dingen die je daar leert is dat je geen 100 meter kan lopen als militair, als actieve militair, zonder dat je je orders moet laten zien. Right. Wat zijn je orders? Yeah. Uh, staat in die orders dat jij hier überhaupt moet zijn? Yeah. Nou, zo is het ook met vliegtuigen. In een van die documentaires die ik heb gezien, daar zegt een oud-commandant van de zuidelijke luchtstrijdkrachten van Oekraïne, die zegt dat er geen sprake van is dat die Kolomoysky. Ja, de ja. oligarch die nu ook geacht wordt achter uh, Zelensky Nieuwe, te zitten, ja. uh, dat die uh, uh, om privé redenen een vliegtuig de lucht in zou kunnen sturen met een opdracht om een passagiersvliegtuig neer te halen. Dat is niet mogelijk. Dus uh, da daarvoor heb je zelfs in een, een burgeroorlogssituatie met heel veel ongeorganiseerde activiteit, zijn er te veel niveaus van commandanten uh, noodzakelijk om zo'n. Uh, stap te kunnen zetten. Dus dat dat is dat kan je daarmee eigenlijk wel uh, van de ja kan je doorstrepen net zo goed als een ongeluk. Wat hè? wat streep je niet door? Nou, dat er een uh, ja, dat staat al in het boek van mullen dat uh, uh, straaljagers van type mig 29. En wie zat erin? Nou, ofwel. Uh, nou, ja, niet de piloten zeer, maar op, op, wie heeft de, wie zat daarachter? Nou, in mijn boek heb ik uh, één feit aangehaald in de Engelse versie dan. Uh, dat is dat de commandant van de luchtstrijdkrachten van Oekraïne. Is uh, kort na het neerhalen van MH17 uh, teruggeplaatst naar de reserve. Nou, dat is een hele ernstige degradatie ja. voor een beroepsmilitair. Ja. Een jaar later is hij. Volledig commandant. Hij was waarnemend commandant ten tijde van het incident. Een maand of twee later geloof ik, is hij naar de reserve teruggeplaatst. Een jaar later is hij volledig commandant geworden van de luchtstrijdkrachten van de Oekraïne. Nou, dat vind ik een carrière, zeer onwaarschijnlijk carrièreverloop. En het zou dus wel eens kunnen zijn dat zo iemand uh, een verantwoordelijkheid heeft gehad. Ofwel door nalatigheid, ofwel door actieve bemoeienis om dat vliegtuig neer te halen. Maar ja, de vraag waar wij altijd weer op terugkomen is. Waarom zijn journalisten die in de positie zijn om dit soort dingen natuurlijk veel grondiger uit te gaan zoeken, die ook mensen kunnen interviewen, uh, die informatie hebben en, en die de bescherming hebben, die bij de status van journalist hoort, waarom heb je dit, dit nooit willen uitzoeken? En dat is uh, weer hetzelfde met, jou, met de reactie op jouw stuk in de Groene Amsterdammer. Uh, er is hier in Nederland zo'n waanzinnige anti-Rusland, anti-Putin stemming, dat ik daar zelf niet helemaal een verklaring voor heb. Want nee. waarom zou die. Nee, waarom is die in België bijvoorbeeld al veel minder? Nou, die is er in opdracht. Ja. Nee, die is er in opdracht. Oh. Ik denk dat we hier te maken hebben. Want die was, dat, dat was niet altijd zo, die Nederlandse houding ten opzichte van Rusland. Zelfs, zelfs na nou, de, uh, de, de Maidan, hè, dus die staatsgreep enzovoort, was nog niet zover. Het was. De, wat ik ervan merkte. Ik heb dat in de tijd niet. Dat was niet mijn focus. Maar het was toen in uh, Sochi de Spelen werden gehouden, ja, uh, ja. vroegen de homoseksuele atleten zich af of ze daar naartoe moesten konden gaan. Ja. Uh, want want uh, Poetin zou dan tegen ja, homo's ja. zijn of zo, wat niet waar is, dat is, dat is allemaal een, een, een onderdeel van de propaganda. En dat kwam, dat was afkomstig uit de VS, dat ja. idee. Dat is een voorbeeld van macht die gemaakt wordt onder hè, een, een minderheid. En, uh, uh, en dat, en plus de pussy riots enzovoorts. So ja. dat was een, een voorbeeld van, ja, Poetin is toch heel erg slecht, want hij staat niet toe dat uh, homoseksuelen enzovoort. Terwijl, wat hij, dus de wetgeving in Rusland was... Uh, <coughs> Beperkte zich tot uh, uh, het reclame maken voor op scholen. Dus je moet niet naar scholen gaan. Nou, dus dat, dat is op zichzelf een gegeven wat best begrepen werd in Nederland. En wat nog heel erg lang in Nederland, ja. voordat ik uit Nederland vertrok in, in, uh, uh, in uh, 1960. Wat ook in Nederland gold allemaal. Dus oké. Okay. Nee, dat is een, een, even een zijspoortje. Maar uh, de CIA zit in hetzelfde gebouw als de. Oekraïense geheime dienst. Ja, ja, ja. En de onderzoekers van, uh, van Nederland, van de CIA, zitten JIT, ook in, zitten ook in gebouw. dat gebouw. Dus de CIA ja. zit erbij. Ja. Wat ik ook interessant vond in de tijd. was dat in uh, Los Angeles. waar er uh, geheime dienstmensen, CIA-mensen of uh, eh, andere geleerden. die hadden tegen hun, die hadden gelekt tegen hun vertrouwelingen ja, in ja, de pers. Ja, ja. Je moet niet serieus nemen wat nu gezegd wordt over deze uh, aanslag. Ja, ja, ja. En dat was op zichzelf heel interessant. Ja. Nou, nou, dat alles heeft geen aandacht gekregen. Dat is natuurlijk de grote tekortkoming ja. van die, uh, van die uh, JIT. Dat is de grote tekortkoming van dit hele onderzoek. Dus het onderzoek deugt niet. Ja. Uh, wat mij betreft, deugt het niet maar op twee gronden. Eén is geen forensisch onderzoek gedaan, wat nee. had gekund en ja. nog altijd kan. Nou ja. Een tweede, ja en ook de zwarte doos, we hebben geen idee wat er, op die, wat er in die zwarte doos nee, zit. Nee. Dat gesprek... is nou eigenlijk het idee van wat er gebeurt als er een... een ja problemen? en de gesprekken, de banden, met, daar had jij mij een. Uh, iemand uh, had dat ingestuurd naar jou en je hebt dat doorgestuurd. Ja. Dat iemand zegt, waarom heeft hij niet meer aandacht besteed aan het feit dat de banden met de gesprekken ja. tussen verkeerstoren en piloot, ja. dat die nog steeds niet zijn vrijgegeven. Nee. En dan nee. was die Spaanse, die, of die met die Spaanse naam, ja, die Carlos, ja. Carlos ja, ja. die maar zat dat, in die verkeerstoren. Nee, ja, 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 maar dat is later uh, ontkracht. Ont, Door wie? Oh, nou ja, dat is weer een heel erg <laughs> probleem. Dat is weer heel problematisch. Kijk, de, iemand hier beneden in het café heeft mij ook wel eens gevraagd, ik weet niet, ja, daar was jij niet bij... Was, was met Stan en die zei van, ja, het is allemaal wel leuk als jullie zeggen dat het allemaal niet waar is, maar hoe kan ik er dan van op aan dat het iets wel waar is? Ja, en, en mensen houden toch nog heel lang ja. vast aan het NOS-journaal en aan de ja. NRC. Ja. En, en ja, het zal volgens mij een generatie duren voordat uh, men dat los gaat laten. Een ja. hele campagne tegen fake news is er ook op gericht om alternatieve informatiebronnen verdacht te houden. Precies, ja tot degenen die hier naar kijken en die diezelfde vraag in hun gedachten hebben van hoe, hoe weten we dat we jullie beter kunnen vertrouwen dan, uh, dan, dan waarvan je zegt dat je kan niet vertrouwen. Ik denk dat er wel een manier is. Kijk, als jij zo steeds hetzelfde hoort, altijd hetzelfde, mm -hmm. met dezelfde bijvoeglijke naamwoorden ja, ja, ja. over Rusland ja. en over... Uh, met dezelfde dingen. Als je, je hoeft alleen nog maar naar Rutte te luisteren in die ja. discussie met uh, Baudet, Thierry Baudet. Ja. Om te zien, dat klopt niet. Nee. Want je hoort het op dezelfde manier. Het wordt aangedikt ja. en het wordt zelfs nee, het gebruikt. Het is als een gewetsmolen die verduurt. Je, 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 je komt het overal tegen, ja. behalve in de kookrecepten van de krant. Ja. Verder, verder kom je het overal ja. tegen. Ja, in filmrecensies, natuurlijk over boeken, noem ja. maar op. Ja. Nou, Dan weet je dat er iets aan de hand is. Ja. Ja. Ja, nee, dat is zo. Maar niet iedereen heeft de, de mogelijkheden om dan een alternatief verhaal, uh, ja, een alternatieve lezing van, van hele complexe wereldhistorische uh, of wereldpolitieke gebeurtenissen uh, te bedenken. Uh, maar dus je, wil jij nou een stapje verder gaan en zeggen, ik denk, ik waarschijn, de meeste waarschijnlijkheid is dat dit erachter heeft gezeten. Uh, nou ja, daarbij moet ik in ieder geval zeggen dat uh, er is geen ontwikkeling van enige betekenis in de hele wereldgeschiedenis die één oorzaak heeft. Nee. Er komen altijd een heleboel elementen maar hij, maar bij elkaar. Maar ik heb het nu over de opdracht van dat ding neerschieten. Uh, ja, nou ja, kijk, het is in ieder geval een bewuste daad geweest. Omdat uh, de gedachte dat, het een dat je met zo'n buk, uh, A was het geen buk, omdat nee. alle kenners daarvan zeggen een buk, bij een buk klapt het hele vliegtuig, ja. vliegt in brand. Ja. Uh, in de lucht, en dat is niet gebeurd, het is uit elkaar geklapt. Uh, de reden dat de cockpit is afgebroken, ja, dat kan een aantal oorzaken hebben, maar een daarvan is dat uh, uh, direct achter de cockpit een lading stond van hoog explosieve ja. uh, lithium-ion-batterijen, ja. die daar helemaal niet mochten staan. Twee weken na het uh, ongeluk is, heeft de Amerikaanse luchtvaartautoriteit bepaald dat voortaan geen lithium-ion-batterijen meer mogen worden vervoerd in passagiersvliegtuigen. Het kan toeval zijn, maar het is natuurlijk wel opmerkelijk. Ook de Nederlandse regering is er bewust van het gevaar van dat soort dingen en ook van het militair gebruik daarvan. Um, dus ja, een, een ongeluk met een bug. Een, een, een kan niet. Een ongeluk met een bug kan ook niet. Want je moet een jaar trainen voor je überhaupt een bug kan afvuren. Want dat is ooit, heb ik een documentaire gezien van een Finse anti-lucht- of een luchtafweerofficier, want Finland heeft namelijk ook bugs. Uh, ondanks dat het, uh, ja, het is geen NAVO-land is, dus ze kunnen het kopen waar ze willen. En die heeft gezegd dat je een jaar intensief moet uh, intensieve opleiding moet hebben. En de, de buk is zo ge, ja, geconfigureerd dat als de instructie waarmee die raket wordt afgevoerd, als daar iets in, niet in klopt, dan heb je zelfs kans dat hij terugkomt. <laughs> en, uh, dus, maar goed, daar, daar weet ik niet de details van. Dus het is in ieder geval een. een uh, Aanval door een uh, straalvliegtuig geweest, zou ik zeggen. Al, al hou ik me in het boek op de vlakte, ik geef gewoon alle meningen die er op dat punt ja. uh, bestaan. Ja. Uh, Niemand doet in zijn boek uh, eigenlijk hetzelfde. Ja. Uh, en uh, ja, het meest. Kijk, de, de enige partij die, die geen enkel belang had bij dit incident Is was Rusland. Rusland. Ja. En, en, de, en ook de opstandelingen in de, ja, in de Donbass ja. niet. En, ja. Ja, de Nederlandse geheime diensten die hebben, de MIVD en de AIVD, die hebben in april na de ramp hebben een rapport uitgebracht. En volgens mij was dat zuiver om uh, hen van schuld vrij te pleiten. Want het was, lag natuurlijk voor de hand dat als zij daar actief waren. Dat je dan zou mogen zeggen: waarom hebben jullie niet gewaarschuwd? Ja, uh, uh, voor uh, En zij hebben in dat rapport dus echt uitvoerig uh, uitgelegd dat er geen uh, midden- en lange afstands uh, luchtafweerraketten in bezit van de. Uh, uh, opstandelingen waren. En uh, vandaar ook dat men met het verhaal heeft moeten komen van een Russische eenheid die. dus ja, een, een heel moeilijke tocht uh, heeft moeten precies. maken. Het is en dat spaghetti, als, ja. je de, als je de route ziet. Nou ja, dat zou nog dat, kunnen. Maar uh, niemand, uh, niemand heeft, terwijl het een verschrikkelijke klap schijnt te zijn als zo'n raket wordt afgevoerd, ja, niemand heeft het gezien. Gehoord. Terwijl tientallen uh, uh, mensen hebben straaljagers uh, uh, in actie gezien. En de bron daarvan is de meest verdachte bron. Die er op dit moment is wat betreft die uitbesteden propagandamaker, dat is Bellingcat. Ja, dat is Het dus is, dus is een helemaal volslagen, ja. volslagen zwendelaar. Ja, ja, en toch wordt die enorm in de watten gelegd. Doc documentaires, ik meen op de VPRO, waarin uh, alleen human interest uh, ja. verhalen eromheen worden gedaan. Uh, groot geld van de kant van de postcode loterij. Uh, onvoorwaardelijk geloof wat er gehecht wordt aan uh, de meest absurde uitspraken. Ik zal nooit vergeten dat. Uh, uh, toen, ik, ik was toen actief in de campagne voor het referendum tegen EU-associatie van de Oekraïne. En dat op het moment dat die campagne eigenlijk serieus begon werd, op alle nieuwscenters in Nederland, het bericht uh, gemeld dat Bellingcat nieuwe gegevens had waaruit ja, ja. bleek dat Poetin en zijn minister van Defensie, Shoigu, ja. persoonlijk opdracht hadden ja, gegeven. En ja, 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 ja. nou, dan moet je weten ja. dat Poetin zat in het vliegtuig ja. uh, terug uit, uh, uit Zuid-Amerika. En na aankomst, en dat weet ik weer uit uh, het werk van John Helmer, wat een heel interessante uh, ja, ja, correspondent ja, ja, ja. is in ja, Moskou. Ja, ja. Na aankomst uh, belde hij uh, met uh, Obama ja. om te klagen over die nieuwe sancties die waren ingesteld. Ja, ja. Die op dat moment nog niet waren ge, uh, ja, gecontrasigneerd door de EU, want die ja. was verdeeld. Ja. En, en tijdens dat gesprek, halverwege, meldt hij. Uh, er komt hier net bericht binnen dat er een passagiersvliegtuig. Wordt, uh, is neergeschoten. Ja. En uh, Obama doet dan net alsof hij daar niks van weet, maar in werkelijkheid wist hij dat al uh, twee uren eerder en had hij al contact gehad met zowel Por uh, ik Poroshenko als met uh, Razak van uh, ja, uh, Maleisië. Biden had al iets gezegd. Ja, Biden, Biden ja. was heel erg actief op, ja. op dit front, maar dat is volgens mij ook zo'n kroek. En die heeft ook zoveel. Uh, zijn zoon is, zijn zoon zit zijn zoon is ja. Uh, ja. directeur ja. Ja. van uh, een van de maatschappijen van Kolomoysky, uh, Burisma. Ja. Een, een uh, schaliegasbedrijf, uh, wat, wat ook zijn zin heeft gezet op uh, juiste gebieden die nog steeds. Weet zijn je wat hadden. mij, ik heb opnieuw ook gekeken naar uh, het optreden van uh, Frans Timmermans bij Pau. Uh, dat, ja, het was een, een uh, controversieel optreden, want die had toen gezegd uh, van een van die passagiers. Had een, was een badkapje op. Ja. Met een op van, uh, dus er was, uh, er was naar beneden gekomen. Ja. Had hij niet mogen zeggen. Maar wat mij, er zijn twee dingen die ik denk nog wil toevoegen aan, uh, aan dit verhaal. Eén is dat mensen zoals wij worden beschuldigd uh, dat we serieus nemen wat de Russen hier aan propaganda verspreiden. Er wordt steeds gezegd de Russen zijn steeds bezig te destabiliseren en om misinformatie de wereld in te sturen. Waaronder misinformatie over MH17. Nou, toen ik erover schreef, daar in dat, dat eerste stuk, had ik nog helemaal niks gezien nee. van wat de Russen erover zei, zeiden. Of geen enkele analyse was, bij mijn weten, nog aanwezig van de Russische kant. Dat is één ding. En alles wat daarna is gekomen, is absoluut niets met Rusland te maken. Nee. Dus wij worden niet, jij ook niet, ben ik aan, door uh, Russische... Uh, bovendien was wat er uit Rusland komt ambivalent. Ja. Want er zitten die en, en Medvedev-volgelingen, en, en precies, ja. vanwege het feit dat daar zitten ook Atl Atlanticisten in Moskou ja. en die willen het liefste nog altijd eigenlijk deel uitmaken van dat Atlantische ja. bekken. Ja, ja. En uh, die willen dat niet, uh, op, dat is één ding. Andere is, en dat wordt ons in de schoenen geschoven, dat wij het erger maken voor het nabestaande ja. en dat de optreden bij Pauw van, uh, van Timmermans is een voorbeeld daarvan dat maar hij is heel erg geroerd enzovoort. Ja. Ik, ik word altijd achterdochtig hoor. Als ik dat zo zie, dat het zo belangrijk is van voor. Zijn leven is als mensen al. Mensen die uh, verteld worden, je hebt kanker en dat is ongeneeslijk. Dan is er een leven van voor de kanker en een eentje is, sinds je dat Niels hebt. Ja. Zo Voor hem was dan het leven voor hem als 17. Ja, ja. En nu is het daarna. Ik geloof er geen barst van. Maar nee, oké, okay, dat ja, is ja. dus. een, Maar dat het gaat om een nabestaande. Het is zo erg. Dat wat wij hier aan het doen zijn, ook nu weer opnieuw. Dat is zo erg voor die nabestaanden. Want dat geeft onzekerheid. Ja. Dit is zo ongelooflijk. Ja, ja, ja. Cynisch. Terwijl we, zo ja. ongelooflijk cynisch en zo oneerlijk iets. Ja. Dat, zou toch, dat zou toch met één. Moeten worden herkend voor wat het is. Ja, ja. ja. Terwijl ja, enerzijds zijn we dus allemaal nabestaanden. Want we lopen allemaal het risico om betrokken te raken in een enorm conflict wat voort kan komen uit incidenten Precies. zoals dit. Uh, aan de andere kant is een nabestaande is bijvoorbeeld niet eens getuige, is gewoon iemand die uh, ja, een, een, een familielid of zo uh, verloren heeft. En een van de, van de stappen van de Nederlandse regering, dat men heeft gezegd, als er een proces komt, volgens mij zal dat nooit komen om de simpele reden dat de zaak zo, zo lekker is als een mandje. Ja, je hebt gemaakt. Een van de dingen die de Nederlandse regering heeft gezegd, is van de, dat de nabestaanden dan tijdens dat proces een verklaring mogen afleggen. Nou, ik zou zeggen, dat heeft geen enkele betekenis. Dat is zuiver om de emotiewaarde van het hele gebeuren ja. uh, op te schroeven en de aandacht af te leiden van de be werkelijke bewijsvoering. Dus ja, in het algemeen, ja, wat de Russen betreft, die hebben natuurlijk, dat zeg ik in het boek ook, ondanks dat is het vertaald, zei het pas bij de derde Russische uitgever die in, het, uh, in beeld kwam. Maar uh, de, de Russen hebben natuurlijk geen enkele traditie van hoogstaande journalistiek. Ja. In, uh, in de Tsaren tijd uh, nee, weet precies. ik niet ja. hoe dat is geweest. In de Sovjet-tijd ging het er vooral om dat je niet afweek van precies. de partijlijn. Nou, daar ja. word je dus geen goede onderzoeker van. Precies. En in de huidige tijd is er weliswaar een hele levendige pers. Maar, en ook uh, wordt vaak vergeten dat de meeste pers is anti Anti-Putin. Anti ja. uh, ja. Maar ja, goed, dat weten wij allemaal niet. Wij, wij gaan uit van de dictator en noem ja, alles ja, maar op. Ja, ja. Maar de zogenaamde propaganda ja. Ja. die je daar aantreft. Ja, ik heb dat dus zelf bij mijn bezoek aan uh, uh, Rusland uh, meegemaakt een paar weken geleden. Dat als je dan kijkt naar de uh, mediareacties op uh, mijn optreden en op de presentatie van het boek. Dan denk ik van, er staan allemaal dingen die helemaal niet kloppen. Ja, ja. tamelijk onschuldige dingen. Ja, maar ja. dingen die je zo even had kunnen verifiëren. Ja, ja. Dus men, men opereert vanuit een heel slordig framework. Nee, maar uh, de propaganda. De propaganda, propaganda is altijd slecht. Geen zak voor. Nee, de, de, de traditie ja. van Sovjet-propaganda, van Russisch-propaganda, ja. is zo slecht. Ja. Maar ze hebben de achtergrond niet. Nee. Propaganda is aan de man brengen van, dit is een, een verkooppraatje. Ja. Ja. En dat was. Amerika is daar natuurlijk uh, de Meester, kampioen in. Meesteren. En Madison Avenue. Bestond nou, daaruit. Ja, ja. En die hele propagandamachine die we nu hebben om het officiële verhaal te verkondigen, waarin dus ook die AMA 17 thuis hoort, dat komt van Madison Avenue. Ja, 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 ja. Van de, de beroepsmensen die ja, propaganda ja, verspreiden. Ja, behalve ja. dat die ook erg dun begint te worden. Dus ook als je alles wat er uit het OVV, de onderzoeksraad. Voor Veiligheid en het JIT is gekomen, gaat al, gebruikt altijd dezelfde termen weer: van onomstotelijk bewijs. Terwijl als er iets over dat bewijs kan worden gezegd, is het nou juist dat het niet on, uh, uh, onomstotelijk is. Precies. Dus in die zin is, is, het, uh, is men ook niet meer op zijn best. Ja, maar ja. ik weet nog dat ik ooit op een Sovjet-congres. Uh, waar men helemaal zijn paniek tot uitdrukking bracht over de. Star Wars plannen van Reagan, dat ik tegen een van die Russen zei. Goh, wat zou ik graag eens een keer een half jaar verantwoordelijk zijn voor jullie propaganda? Dan zou er tenminste iets misschien worden. Dat was een hele naïeve opmerking. Maar als ik nu kijk naar wat, hoe het nu gaat, dan is dat eigenlijk nauwelijks verbeterd. En dat heeft ermee te maken dat er geen lange te, Er zijn nooit Walter Lippmann-achtige figuren geweest met een diep inzicht. In het, hoe je de opinie nou eigenlijk manipuleert. Hoe, hoe, hoe je een prachtige mix ja. van waarheid en dichting ja. uh, samenstelt. zodat de mensen denken: ja, dit moet waar zijn. Ja. Dat ja. is daar niet. Die ja. traditie bestaat Men is slecht. Ja. Men, men speelt het heel onhandig. Men spreekt zichzelf voortdurend tegen. Er is ook niet een eenhoofdige uh, leiding. Hè. Dat wordt ook zo vaak vergeten. Het zijn allemaal ministeries en diensten nou ja, die ja. langs elkaar heen werken. Ja. 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 En, uh, ja. Ja. Zeg. Terugkomend op MH17, <tie> heb jij nog een laatste iets of hebben we het eigenlijk allemaal wel gehad? Nou, we hebben het niet gehad, want over uh, enkele maanden. is het vijf jaar geleden dat die ramp heeft plaatsgehad. Ja. En ik hoop nog steeds dat er dan ja, een of andere uh, manifestatie komt. En dan niet één zoals uh, al die lege stoelen die tegenover de Russische ambassade werden gezet. waar dan de Russen weer op reageerden door de, de, de gordijnen van de ambassade te sluiten. He, dus uh, brutaliteit beantwoord met klunzigheid. Eén uh, ding wat er zeker komt, is dat uh, Max van der Werf, ja. uh, een van, in mijn ogen een van de belangrijkste onderzoekers, die echt de, de ja. gebeurtenis zelf dus als focus heeft, ja. uh, die maakt samen met een Russische journaliste een documentaire. Mm -hmm. Waar die crowdfunding voor heeft uh, mm -hmm. georganiseerd. En ik verwacht heel veel van. Uh, ik, dat zal net zoiets worden van als, als Billy Six. Al denk ik dat de aanwezigheid van die Russen. Maar hoe kom, krijgen Nederlanders dat te zien? Nou, niet op, uh, op de VARA of de VPRO of zo. Toch <laughs> niet de, ook in de, 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 publiek, de bioscoop? He? Nee, zeker niet. Maar dat zal dan zijn weg vinden via websites. En ja, misschien dat uh, tegen die tijd uh, wel ook enige aandacht aan uh, kan besteden. Ja. Maar dat is, dat is volgens mij de belangrijkste gebeurtenis die er staat te komen, omdat die Max heeft, is nog nooit betrapt op het maken van een fout als het gaat om de feitelijke kant van het neerhalen van het vliegtuig. Ja. In mijn ogen zelfs eigenlijk al iets te behoedzaam soms geweest, omdat ja, als je weet dat 80% kans is dat een bepaald iets is gebeurd, dan mag je dat toch ook wel noemen, dan hoef je niet steeds bij te zeggen, ik weet het niet. Er zijn dingen die je niet weet en die toch wel aardig in de buurt komen van, een, uh, van echte kennis. Ja. Maar goed, zelf ben ik heel erg uh, voorzichtig geweest in het boek om de simpele reden dat ik niet wil dat een half jaar na het verschijnen van een boek iemand uh, in tranen op de camera, voor de camera komt vertellen dat uh, ja. hij of zij het heeft gedaan. Ja, uh, <laughs> en als ik dat dan niet wist, dan, uh, ja, dan ben ik in de fout. Dus uh, in het boek staat gewoon alles wat... Nee, we nee, nee, het boek is... Uh, ik heb geen enkele uh, aanmerking op het boek. Het oh, is uh, heel bijzonder, heel, ja. heel belangrijk dat het... Uh, uh, je hebt de volgende... Maar eigenlijk was het Joost, hè? Ik, ik had met het uh, met de groene artikel... Uh, was ik, uh, nou ja, heel kort na het gebeuren... Joost uh, Niemuller stuurde me dat boek... Naar, uh, omdat hij dat, dat groene uh, artikel, het groene Amsterdam artikel had gelezen. En toen kwam jij met het uh, dingen. Dus ja. uh, anyway, uh, dan, goed. Dan laat nogmaals gefeliciteerd. Want... <laughs> <Ja, laughs> hey, oh nou, jij ook. Uh... <laughs>